Maart. En die wordt gestuit door Haatrecht. De nieuwkomer bij Cambuur. Hij speelde laatst bij La Chaux de Fonds. Speelde ooit ook bij Ajax, waar deze Ulenbeek vandaan komt. Haatrecht is gekomen als opvolger van Hoogma, die vertrok naar Twente. Bij het trap nu voor Cambuur. En daar zijn de kenners op de tribune het niet mee eens. Maar hij is al genomen. Spork. Arts. Schenning moet uitkijken en verdedigt dan vervolgens slecht uit. En daar is het schot op de lat van Ben Spork. De centrale verdediger. Buitenkant rechts geschoten. Onbereikbaar voor Enzink, de keeper. Pech. Grim moet komen. Grim doet dat niet. En de kans wordt gemist door Pothoven. Geerstein komt door. Hartelijk zit ertussen. En er is het Hering die de kans krijgt. Niet Pothoven, maar deze Marco Hering. Die voor open doel mist. Beide ploegen vorig jaar in de eerste divisie. En het niveau van deze wedstrijd is ook een beetje eerste divisie. Niet zo verwonderlijk, want beide ploegen hebben zich nauwelijks kunnen versterken. En zullen beide een zwaar seizoen tegemoet gaan. Maar een aardig wedstrijdje is het wel. Met weinig krachtsverschil. En twee ploegen die op de aanval spelen. Enig risico nemen achterin. En dus ontstaan er ook kansen. En dat is vermakelijk, dat is waar het publiek voor komt. Artsen werkt met moeite weg, maar die bal is er nog niet uit. En dan kreeg Keizer bijna de kans. Maar komt Cohet er met enig fortuin goed uit en is dan meteen weer weg. En dat is dus wel zo aardig. Sinkgraven, die bij Groningen gespeeld heeft. Lange rush. Keizer. Sinkgraven dan misschien met rechts en de redding van Enzink. Vrije man op rechts is Roembiak. Maar het duurt wat lang. Nu loopt hij gedekt. Haatrecht. Daar is Roembiak dan in de hoek. Achterbal. Er wordt een corner gegeven, dat is niet juist. Goede 25 minuten gespeeld. Het spel van Cambuur oogt inmiddels wat frisser, beter, wordt beter gecombineerd. En hier is bijna de beloning. Het schot van Mols op de lijn gekeerd. Spork deed wat onvriendelijk tegen Enzink, maar volgens mij leeft hij nog. Roembiak zal het volgende station worden. Steekt goed naar binnen. Goed. Ruim. Mols. Die kan ook wel wat individueel. Kijk maar. Ja, goed gedaan van die jonge ex-Ajaxiet. Pothoven. Goed balletje. Overtreding van Abma tegen Hering. En zo krijgt de Go Ahead na 30 seconden de eerste vrije trap van de tweede helft. Gele kaart voor Mols die bal nog een tikje gaf. Ik zag daar nou niet direct kwaad in, maar Lammers wil het kort houden. Arts. Oh, in eigen doel bijna gewerkt. Door Bruin, de spits van Cambuur. Die aan de andere kant nog in pot heeft kunnen breken, maar die bijna scoort achter Grim. Ulenbeek moet zijn sprintcapaciteit aanwenden. Hij kan dan wel terugspelen, maar Grim is dan in problemen en lost dat heel fraai op. Dat was een prachtige truc, Fred Grim. A la Epidrost. Ja, nou niet nog een keer terug, denkt Ulenbeek. Maar dan krijg je dit soort tafereelen. En dan is het bijna raak. Pothoven
En de bal gaat dan via de paal. Ja, dit is hogeschoolvoetbal van Grim. Ulenbeek. Nou, goed gedaan Bruin. Nou, met links. Hij scoort. Jan Bruin. Eerste goede actie in aanvallend opzicht van de vervanger van Jack de Gier. En het is raak. Kwartier naar rust. Eerste Eredivisie doelpunt van Cambuur Leeuwarden. De paas was van Ulenbeek. De sliding is perfect van Bruin. Daarmee zet hij arts op het verkeerde been. En de afronding is briljant. Het enige gevaar tot nu toe zit hij door zijn eigen keeper. Maar nu heeft hij het doel wel gevonden waarop het gewend moet zijn. 1-0 Cambuur. Pothoven. Haatrecht krijgt de bal niet goed weg. Abma krijgt die kans nu wel. Dan grijpt hem niet. Zo komt de bal weer snel terug. Geen buitenspel, Willaerts. Grim. Goed opgelet van die keeper. Nou, waar Willaerts verrast was, lette hij wel goed op. Hering. Haatrecht haalt weg. Mols. Trapt de bal alleen maar omhoog. Mooi doodgelegd. Goed gedaan Overmars. Als je dat kan, dan kun je voetballen. Willaerts, eerste paal. Nou, ja, ja, Willaerts. 20e minuut. Eerste goal in de Eredivisie van Go Ahead door Erik Willaerts. Het goede werk natuurlijk van Overmars. De bal komt dan met enig geluk bij Willaerts, maar daar rolt hij uitstekend af. Dat doet denken aan zijn jaren bij Utrecht. Zo heeft hij zijn naam gemaakt en zo kan hij het nog steeds op zijn 30e. De wedstrijd bevindt zich in de blessuretijd met aan de bal nog een keer Mols. Hering. Valt je vast. Kussend. Roembiak. Lammers kijkt op zijn klokje. Een fluit voor buitenspel. Nog niet voor het einde. Maar al te lang kan dat niet meer duren. Inderdaad,